In deze markt, waarin veel huizen te koop staan en er wat minder kijkers zijn, is het heel erg belangrijk dat we elke bezichtiging optimaal benutten en dat de kans op succes zo groot mogelijk wordt. U als eigenaar kunt daar gewoon heel veel aan bijdragen om dat succes te vergroten en om de makelaar die de bezichtiging gaat doen alle kansen te geven op een succesvolle bezichtiging en een verkoop. Nou, de tips zijn eigenlijk heel eenvoudig. Zorg dat je huis opgeruimd is. Dat de vloeren leeg zijn, rommelhoekjes leeg zijn. Dat het schoon is natuurlijk. Denk ook aan de onderranden van de ramen. Denk aan de keuken, dat het aardig schoon is. Niet steriel, maak het gezellig. Maar alsof je je er thuis voelt, dat er een goede sfeer gecreëerd wordt. En dat mensen eigenlijk een goede binding krijgen met het huis en erop door willen gaan. Dus creëer een prettige woonsfeer. Haal ook de losse schoenen uit de gang weg of te veel jassen aan de kapstok. Haal ze weg. Daarnaast natuurlijk schenk aandacht aan het sanitair. Doe de klep van de wc-bril naar beneden. Maak de badkamer schoon. Als de badkamer wat licht is van kleurstelling, geef wat accenten met rode handdoeken bijvoorbeeld. Of een rood zeepje. Haal gebruikte handdoeken weg. Gebruikte badjassen. Haal ze weg. Daarnaast natuurlijk ook aandacht voor de buitenkant. De voor- en de achtertuin moeten er gewoon goed en verzorgd uitzien. Dus snoei de heg. Maai het gras. Haal het onkruid weg, veeg het aan, ruim de schuur op. En daarnaast natuurlijk ook aandacht voor de ramen. Maak de ramen schoon, zorg dat ze glimmen. Want als u uw huis goed verzorgd heeft, dan verhoogt dat de waarde van een huis. En u laat ook zien dat u zelf als een troetelkindje ervoor zorgt. Daarnaast ook aandacht natuurlijk voor de aanwezigheid van een hond of kat. Mensen kunnen zich ergeren aan hondenluchten en kattenluchten. Dus zorg dat in ieder geval de hond weg is. Een kat mag eventueel thuis zijn, maar de kattenbak en de voerbakken graag uit het zicht zetten of in de schuur. Nou, denk ook even aan de zolder, dat u ruimte creëert, waar een kamer mogelijk te maken is, dat u daar ook alle bergspullen weghaalt. Breng het desnoods onder bij vrienden of kennissen, want ruimte, dat verkoopt uw huis. Zorg ook natuurlijk voor de goede lichtinval in je woning. Met de Luxaflex omhoog, de vitrage open. Want licht is ruimte. En met een open raam, dan trek je de tuin bij de woonkamer. En een lichte wand, die krijgt zijn mooie kleur. Doe ook de lichtjes aan onder de bovenkastjes van de keuken. En zo kan je aan alle punten van een huis aandacht schenken. En de belangrijkste tip is, zorg dat u natuurlijk zelf als eigenaar ook weg bent, want dan kan die makelaar optimaal zijn werk doen.